Hey, hallo. Vandaag ga ik meedoen aan GNB Samen Actief. Op deze dag kun je onder andere wandelen, wielrennen, gewoon fietsen en mountainbiken. Daar ga ik zelf meedoen. 42 kilometer, dus ja, hoe ik dat nou precies ga doen, dat weet ik zelf eigenlijk ook nog niet helemaal. Maar gelukkig, ik speel een klein beetje vals, want ik heb een e-bike. Maar het is wel voor het goede doel, hè? Dus hoe dat er verder uitziet, dat zie je zo. Naast me staat Niels de Klein. Wij zijn vandaag bij GNB Actief. Nee, Samen Actief. Samen Actief. Ja. Samen Actief. Ja. Naast me staat Niels de Klein. We zijn hier ondertussen bij GNB Samen Actief. Ik zeg het goed. Niels, wat houdt deze dag vandaag precies in? Nou, Samen Actief, dit is eigenlijk het verlengde van de GNB Fietsdag die we ooit eens een keer opgezet hebben. Ik denk een jaar of 12, 13 geleden. Maar we hebben het nu inmiddels wat meer inhoud gegeven. Samen Actief wil zeggen dat we met z'n allen zijn we bezig om kilometers te maken en om geld bij elkaar te halen voor een goed doel. Want we hebben gezegd dat elke afgelegde kilometer, daar geven we 5 cent voor. Ja. En we hebben vandaag, we denken, zo'n kleine 14.000 kilometer afgelegd. En we hebben beloofd, omdat we 3 jaar lang corona gehad hebben, dat we dat bedrag van 5 cent verdrievouden, omdat we 3 jaar niet gehad hebben. Dus we zijn met z'n allen actief geweest om een mooi bedrag aan het Fonds Gehandicaptensport te kunnen doneren. Kijk, dat is hartstikke super. En hoeveel is het bedrag uiteindelijk geworden wat we opgehaald hebben? Ik weet het niet precies, Arthur. Normaliter, ik kan goed getallen houden, maar ik dacht iets van 3760 euro. 3760 euro. 3760, dat is mooi. Dat is een heel mooi bedrag. Absoluut. Zeker weten. Daar zit ook bij dat wij alle kleding die wij aan hebben, de nieuwste lijn van GNB, iedereen die zo'n shirt koopt, de opbrengsten van dat shirt, gaan ook naar dat goede doel. En die zitten bij dat bedrag in. Oké, okay. Wat maakt deze dag nou verder zo bijzonder, Niels? Van alle vestigingen van GNB komen mensen bij elkaar, inclusief families. Dus het is echt een dag van verbroedering. Iedereen rijdt rond in het blauw met dezelfde doelstelling. En vandaag, zeker zo bijzonder, het fantastische weer. Echt een aanrader om elk jaar te herhalen. Daar bestaat Jos van Dijk. Jos is mede-organisator van dit evenement vandaag van GNB. Jij hebt ook de parcours voor het wielrennen en voor het racefietsen. Klopt, voor het mountainbiken en voor het wielrennen. Mountainbiken was vrij makkelijk, dat zijn gewoon de bestaande routes aan elkaar lussen. En het wielrennen heb ik met Strava uitgezet. Ja, ik woon hier, dus dan is het ook makkelijk om de routes aan elkaar te maken. Oké, en welke afstanden konden de wielrenners uitkiezen? Dit jaar was het de 60, omdat we 60 jaar bestaan. De 90, de 110 en de 130. En de 130 was de René Verwijs klassieker. René Verwijs is een oud collega die eigenlijk vlak na zijn pensioen veel te vroeg is overleden door een verkeersongeval. Ai, ja. Ja. Ja, precies. En dat is ook de naamgever eigenlijk aan dit evenement. Ja, René is eigenlijk een van de grondleggers en initiatiefnemers van deze dag. Wat eigenlijk klein begonnen is met een groepje collega's gezellig fietsen, lekker keutelen. En dat is eigenlijk uitgegroeid tot dit GNB-evenement, om het zo maar te zeggen. Met 130 deelnemers ondertussen. Ja. Naast me staat Karel Holterop. Karel is van Bouw en Gezond, dus die werkt niet bij GNB, maar je doet wel veel voor GNB. Bedrijfsarts voor GNB. Ja, bedrijfsarts van Bouw en Gezond, dat is een kleine arbodienst. Dus nu werd het hoog tijd dat ik ook eens wat met GNB ging doen. Ja, precies. Ja. En hoeveel kilometer heb je gefietst vandaag? Ik heb 60 kilometer gefietst. Op de racefiets dan? Ja. Ik fiets niet zo lang. Ik heb, zeg maar, in augustus heb ik een gravelbike gekocht. Dat is gewoon blessure technisch ook beter om het lopen af te wisselen met fietsen. Zo, dat was hem weer, deze vlog. Maar deze keer over wel heel wat anders. Wat we zowel anders doen bij GNB. En ik hoop dat jullie het wat vonden. En tot de volgende keer. En ik ben bang dat we dan gewoon weer aan het werk moeten.